Ja, de rechter oordeelde ook onze verklaring van mij en van mijn getuige Rutger, die waren eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Terwijl we elkaar niet hadden gesproken op het moment van voorval, want ik werd gelijk geboeid afgevoerd. En dat woog wel heel zwaar, plus alle beeldmateriaal. En een pleidooi van mijn advocaat, ja, alles met elkaar heeft de rechter toch wel tot deze uitspraak gebracht. En wij vonden het ook al onrecht wat ons aangedaan werd.